Hallo, ik ben Julian Hanenberg en ik ga vandaag iets lekkers maken. Het is heel makkelijk, eenvoudig ingrediënten en jij kan de held zijn in de keuken als je dit maakt. Nou, wat ga ik maken? Zalm op een bedje van broccoli met kruidenmayonaise. En wat heb ik ervoor nodig? Nou, alsjeblieft. Zalm, ik heb kruidenmayonaise ga ik maken. Dille, bieslook en mayonaise op basis van yoghurt. Er zit net even wat meer zuur in. Rode ui. Ik heb broccoli, heb ik gekookt. Afgeblust of af laten koelen in koud water, zodat het wel de mooie groene kleur houdt. En ik heb radijsjes. En radijsjes die heb ik gewoon op zuur gemaakt. En dat is heel simpel. Wat of citroensap of wijnazijn, mag je zelf voor kiezen. En je doet er wat suiker, wat zout bij. En dat laat je een kwartiertje staan. Mayonaise. Ik doe wat flinke lepels mayonaise hierin. En ik kook vandaag voor 7 personen. Dus flink wat mayonaise. En het enige wat je doet is, ik heb dilletoppen fijn gesneden. En daar doe ik gewoon flink wat in. Ik heb bieslook heel fijn gesneden. Daar doe ik ook flink wat in. En het enige wat je moet doen is lekker doorroeren. Nou, dit past straks echt super goed bij de zalm. Broccoli puree. Ik doe de voorgekookte broccoli doe ik nogmaals in de blender. Nogmaals, ik ga voor 7 personen ga ik koken. Dus er mag behoorlijk wat bij. En dit ga ik aanlengen met wat room. Even zo. Ik breng dit even op smaak met wat zout. Het heeft even geduurd. Het mag lekker fijn en smeuig zijn. Ook door de room. Ik doe er ook nog wat knoflook bij. Een heel klein beetje. En vervolgens doe ik er straks de rode uien doorheen. En nou, dit wordt straks samen met de zalm hartstikke lekker. Hete pan, heel klein beetje olijfolie. En ik doe vervolgens op de huid doe ik de zalm. Beetje peper, heel klein beetje. Beetje zout. En dit laat ik gewoon even een paar minuten lekker garen. En dan maak ik het op mijn bord. Alsjeblieft, gebakken zalm, broccoli puree, kruidenmayonaise en wat sla.